Paas, zondag 12 april 2020. U hoorde net muziek, daar kom ik straks nog even op terug. Die zal ik straks helemaal afdraaien. Maar eerst een paaszondaggroet van uw YouTube muziekguru. Geniet van deze dag. Neem een frisse neus in de buitenlucht, op uw balkon, in uw tuin. Of maak even een korte wandeling. Houd 1,5 meter afstand van mensen. Reinig uw handen regelmatig. Maak geen onnodig gebruik van het wegverkeer of openbaar vervoer. Dat zeg ik niet tegen de meeste eigenwijze mensen zonder verantwoordelijkheidsgevoel, maar tegen de onwetende burgers die lief zijn voor zichzelf en anderen. De realiteit simpelweg is dat ik ook niet met iedereen in dit land tegelijk persoonlijk kan praten. Ik hoop die enkeling te bereiken die mijn coronahulpaanbod kan omarmen. Van de meer dan 17 miljoen mensen in Nederland denk ik dat het er misschien één is. De rest redt zich prima of durft niet om hulp te vragen. Of is om een andere reden niet in staat om in contact te komen met mij. Muziek hoort bij je opvoeding. Heeft u dat niet gehad? Dan ben ik er voor u. Vrijblijvend en belangeloos. Ik ben bereid om op basis van wederdienst iedereen te helpen waar ik dat kan. Maar één persoon zal ik belangeloos muziekles geven die de kans in zijn leven heeft gemist. En de eerste die zich aanmeldt en voldoet aan de voorwaarden, die help ik. Mijn organisatieteam, Rashima Blondel Timmerman in Den Haag en haar assistent Victor Loriot in Delft, moeten een goedkeuring aangeven. Ik bepaal niet wie het gaat worden. Daar heb ik geen tijd voor. Aanmeldingen gaan via e-mail. management@ladyzingerrashima.com. U kunt dat rustig op uw gemak nog even nalezen. Bij de notitie onder deze video. Paasgroet. Als laatste. Ik ben 80 uur in de week bezig met muziek produceren voor een nieuw muziekalbum. En naast de professionele artiesten waar ik persoonlijk me over ontferm, bied ik tijdens deze coronacrisis belangeloos aan om één persoon met genoeg muzikaal talent persoonlijk dagelijkse ondersteuning online aan te bieden. Minimumleeftijd 16 jaar. Er is geen maximale leeftijd. Dus hoogbejaard is van harte welkom. Woont u in Utrecht, wijk Overvecht, Ondiep, Zuilen, Tuindorp, Voordorp, Vleuten, De Meren, Maarsen, Maarsenbroek? En heeft u vervoer? Of is het mogelijk voor u om naar Utrecht, Overvecht, Noord te komen? Dan mag één persoon op basis van wederdienst hier persoonlijk individuele ondersteuning volgen. Zonder kosten, gesloten beurs. Fijne paasdagen, een paas
zondaggroet van uw muziekguru in Nederland. Op de website leest u de nodige informatie. Lady Zinger Rashima.com. Een paaszondag 2020 groet van uw muziekguru in Nederland. Dan rest mij nog om een lied te laten horen. Dat is ook een deelnamelied voor na 13 jaar weer door de gemeente Den Haag geïnitieerd. Mede-organisator Hagenees. Zeker heel beroemd in Den Haag. Sjaak Bral. Cabaretier. En boekenschrijver. En liedjeschrijver. En muzikant. En zanger. Hij is ook presentator in het radioprogramma Broodje Bral van Omroep West. En nog steeds kunnen mensen zich aanmelden die wel in Den Haag zijn geboren en getogen, om een lied te schrijven over Den Haag in het Nederlands, maar het hoeft niet 100% het lied in het Nederlands. Mag ook in een andere taal, mag dat gecombineerd worden. Het muziekgenre is geheel aan uzelf als Hagenaar of Hagenees. En dat mag van alles zijn, popmuziek, het mag klassiek, het mag blues, rhythm and blues, soul, jazz, nederpop, slager, indo-rock, reggae, het mag Latin pop zijn, salsa, kortom, het hele scala van alles wat muziekgenre heet, dat is aan u als Hagenaar of Hagenees. En aanvankelijk zou dat plaatsvinden in mei, de finale, in poppodium Het Paard in Den Haag, waar meer dan 1000 mensen in kunnen. En dat is natuurlijk nu niet wat we willen, met z'n allen. We willen graag een stop brengen en zo snel mogelijk aan het coronavirus wat vanuit Wuhan, miljoenenstad in China, ontstaan is doordat Chinezen zo nodig met vleermuizen moeten spelen en die eten weer muizen. En we weten al vanaf 1995 dat hier in Nederland aan de lopende band veestapels dood zijn gemaakt vanwege allerlei ziektekiemen en virussen die via dieren onderling werden verspreid. Varkenspest zal ik het maar even noemen, de koeienpest, de kippenpest en nu hebben we de mensenpest. Maar het komt van de dieren. Laten we ook verstandig zijn. Mensen horen in een huis, dieren horen in de natuur. En dieren zijn niet in staat om die hygiëne onderling te garanderen als wij mensen. En er zijn genoeg mensen die er ook nog een puinhoop van maken. Dus ik denk dat het heel verstandig is om te zorgen dat u een dak boven uw hoofd heeft met warm water, licht, gas, elektriciteit. Dat u aangesloten bent bij een ziektekostenverzekeraar. Dat u of een uitkering aanvraagt, dan wel het geluk heeft dat u talent genoeg heeft om deel te nemen in het economische verkeer door een baan te nemen of als ZZP'er of als midden- en kleinbedrijf of groot onderneming een steentje bij te dragen aan de staatskas bedrijf Nederland.
Ik werk ook samen met de overheid sinds 1990. En ook met de Amerikaanse overheid en ook met de Wereldstaat, met Benelux, Europa, hoofd van Europa. Daar werkt mijn team, die opgericht is in 1990, ook mee samen. En nu gaat u luisteren naar een liedje. Het heet Een Haags Verleden. Gaat over Den Haag. Een popnummer. Gezongen door Rashima Blondeel Timmerman. Een Haagse zangeres met een gouden nachtegaalstem. Geschreven door Victor Loriot uit Delft. Geboren in Kerkrade. En ze hebben mij ook gevraagd om in mijn studio hier de muziekproductie uit te voeren. U hoort drie mensen, hoort u op het volgende muziekfragment. Een Haags Verleden, gezongen door Rashima Blondeel Timmerman. Gitaar Victor Loriot en de rest hoort u mij, Eugène Simon. U heeft geluisterd naar een gedeelte muziekfragment gezongen door Ladysinger Rashima. Haar website kunt u bezoeken, ladysingerrashima.com. En natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om via Pay and Play, via de website, deze tegen een minimaal bedrag van €3 dit fragment te downloaden. Maar ik heb van Victor en van Rashima begrepen dat het paasweekend is en dat ze graag willen dat de mensen die vandaag gaan downloaden betalen een super weekenddeal en die betalen een kwartje, oftewel 25 eurocent voor deze MP3 single. Einde bericht en ik wens u een hele fijne paaszondag. Geniet ervan, uzelf, ook met anderen en denk ook minimaal aan één andere persoon. Hartelijk dank voor uw aandacht.